douche. Oh, lafaard, je neemt een warme douche. Ja, dat eerst, ja. And I'm the cleaner. Hallo, wie is daar? Ik ben het, Nicole. Oh, ik ben nog niet aangekleed, Nicole. Dat geeft niks. Jawel, maar ik... Nee, Erik is zeker ook nog niet aangekleed. Ja, kom maar naar boven. I just hope to say I love you. I just call to say how much I Zo, er wordt hard gewerkt, hè? Advocaat zet zich met hart en ziel in. Voor zijn weerloze cliënten. Dag en nacht. Zelfs in de weekend. Ja, moest er eens van komen. Jezus, Nicole. Sorry, het spijt me ontzettend, meer dan ik kan zeggen. Ja, het spijt je, ja. Dat je betrapt bent. Maar ik had er met je over willen praten. Het gebeurde gewoon. Ik wil je geen verdriet doen. Het heeft ook niks met ons te maken. Oh, nee? Oh. Nou goed, ik ga. Ik heb geen tijd. Ik moet nog pakken. Oh, ga je alweer op reis? Nee, ik niet. Meneer daar. Krijg nou wat? Dat is de wagen van het wijf van hem. Een duidelijk geval van op hete daad betrappen. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Toch niet helemaal volgens het programma, lijkt me. Dat is ruzie. Als hij er niet meteen achteraan gaat. Dan krijgt hij de kans niet voor. Wat Lucy in de klauwen heeft...
Jij gaat kou vatten zo. Het gaat hard waaien vanmiddag. Wat? Waaien? Ja. Je zou mijn plezier doen, of ben je dat vergeten? Nee. Ja. Ah, ja, dus vergeten. We zouden naar Medemblik gaan en daar gaan wandelen. Oh ja. Nou, ik wil niet dat je kou vat. Wat ben jij keihard. Ja, je doet alsof er niks gebeurd is. Je stond er trouwens bij alsof zich in deze kamer een enige familiecomedie afspeelde... die je verdomme nog zelf bedacht had ook. Waarom ben je er in godsnaam binnengelaten? Vond je het een leuk idee? Ja, moet toch een keer gebeuren. Nou, hoe eerder, hoe liever. Jammer, maar ik ben nou helemaal niet de type van de stiekeme vriendin op de achtergrond. Je snapt er niets van. Nicole en ik zijn 8 jaar samen. Wat is er nou toch gebeurd, schatje? Nicole heeft jou bij mij betrapt. Nou, kan je 2 dingen doen. Of je gaat terug naar haar, zoete broodjes bakken... neemt ze je zo weer terug, ben je mij kwijt. Of je blijft bij mij. Hetgeen niet zo onlogisch is als je alles wat je tegen me gezegd hebt had gemeend. Je zit op rozen, schatje. Jij mag kiezen en 2 vrouwen wachten op jouw besluit. Ik overigens niet al te lang. Wat ben je weer cynisch. Vind je? Ik hou van duidelijkheid. Ik wil jou hebben, helemaal. En niet delen met de een of ander. Je hebt het voor het kiezen. Als je me kwijt wilt, dan is daar nu het moment voor. Dommeling. Je hebt hem zelf naar dat toe gestuurd. Ze had iemand nodig. Ze was zo alleen. Iemand die te vertrouwen was. Nou, dat blijkt. Je had haar gezicht moeten zien. Maar Hoogland is rustig bij Lucie gebleven. Die is verkast, als je mij vraagt. Verhuisd heet dat nog altijd. Je moet je correct taalgebruik eigen maken, genoot Zouter. Goed, goed, goed. Nou, ik ga bellen. Bellen wie? Hooglands vrouwtje natuurlijk. Zo vroeg? Je moet weten wat er aan de hand is. Nog toast, meneer Oskar? Nee, dank je, Betsy. U moet beter op uzelf passen. Ja. Nicole Lebbing? Mr. Hoogland ook aanwezig? Sorry dat ik stoor op zondag, maar het is dringend. Nee, dat spijt me. Die woont hier niet meer. U kunt hem maandagochtend op kantoor bereiken. Oh, bedankt. Het spijt me. Je had de stem moeten horen. Die heeft de hele nacht niet geslapen. Voor haar vind ik het een vervelende affaire. Voor haar? Voor ons bedoel je? Oh, zeg dat wel. Het is geen goede ontwikkeling. Zullen we onze reis naar Spanje maar uitstellen? Nee. Als Peter zijn plannetjes heeft, dan kunnen wij beter uit de buurt blijven. Dat wel, ja. Je zult hem wel moeten financieren. Alweer? Sorry, hoor. Hoeveel? 3000. Allemachtig. Maak er nou 5000 van, dan kan ik mijn rekening ook betalen. Goh, we kunnen zo niet doorgaan. Ja, je hebt zelf gezegd dat ik wat nieuws moest kopen, dus... En Peter, wat is je nou eigenlijk precies van plan? Het is beter dat jij dat niet weet. Jij bemoeit je er niet mee, hè? Dat wil ik beslist niet. Nee, ik doe niks. En Gieltje? Ik wil niet dat hij naar haar gaat. Dat kind moet overal buiten blijven. Overal buiten blijven? Ben je nou gek? Zo horen we nog eens wat. En die zaak staat voor conclusie van antwoord. Ja, weet ik. Maar ik ben niet in de stemming. We vragen een maand uitstel. Een antwoord hier maar op dat ik een voorstel aan cliënt zal voorleggen... en daar binnenkort op terugkom. Mevrouw Lebbing. Goedemorgen. Komt u niet binnen? Nee? Je kan meester Hoogland zeggen dat zijn troep op de stoep ligt. Oh, hij weet wel waar hij ermee naartoe moet. Maar zal ik dan... Erik, wil je even meekomen? Nou, laten we eerst dit even... Ja, maar ik wil je wat laten zien. Buiten.
Ik moet je wat vertellen, Gieltje. Het is een beetje vervelend voor je, maar mami heeft een vriend. Hij woont bij erin. Meneer Hoogland. Niks vervelend. Hij is reuze aardig. Vind je? Ja, hij komt altijd voor mij. En we hadden met mijn schaken. Ah, ik denk dat hij ook wel voor wat anders komt. Maar in ieder geval moet jij ons vertellen hoe hij zich tegenover mami gedraagt. Hè? Dan kunnen we hem misschien helpen als het nodig is. Eén ding moet je nooit vergeten. Schaken blijft hoe dan ook een vechtpartij tussen twee mensen. Niet met vuisten natuurlijk, maar toch een soort een oorlogje. Ja, dat weet ik. Goed. Maar dan weet je ook dat het belangrijk is om terrein te winnen. Nou, in deze stelling werd bijna remise geforceerd... totdat Kaphof op een bepaald moment... Zo, wat gaan wij doen, jongens? Jullie gaan toch niet de hele middag zitten schaken, hè? Nou, zo'n wedstrijd naspelen, dat duurt minstens een uur. Een uur? Zeker een uur. Nou, Gilt, is jouw vrije middag. Wat wil jij doen? Het is ook mijn vrije middag. Het is Giltjes beurt. Wat gaan we doen, schat? Dat is een voetbalwedstrijd. Ajax speelt thuis. Oh. Nou, goed. Gaan we daarheen. Dank je wel. Zonder mij. Vind je dat? Nou, nee. Ik zorg wel dat het eten klaar is als jullie terugkomen. Ja. Hoe laat begint die wedstrijd? 2:30. We hebben nog een 7 tijd. Erik, neem jij hem even? Ja. Hallo? Hallo. Met wie spreek ik? Begrijp er niks van. Er was iemand aan de andere kant, maar hij zei niks. Zeg het jou iets? Ik herinner me dat Oscar Verhulst, toen hij voor de eerste keer bij mij op kantoor kwam, dat hij ook over zoiets sprak. Je mij niet zo aan te kijken. Ik weet van niks, hoor. Vreemd. Nou, kom maar verder. Ja. De drank en de vrouwen, we zwemmen spiernaakt in de baai, omdat we het niet langer kunnen houden. Nog een keer. We gaan naar het eiland Hawaï, naar het land van de drank en de vrouwen. We zwemmen spiernaakt in de baai, omdat we het niet langer kunnen houden. Heel goed. Schat, het ziet je weer enorm te kliederen. Nee hoor, Giel. Van mij mag je kliederen. Dan weet ik dat dat de kaart is die ik nog nodig heb. Giel, mag ik van jou van de vrienden gaan nulleken? Nee, dat is gemeen. Dat is helemaal niet gemeen. Als jij kliedert, mag ik kijken. Dankjewel. Kwartet. Oh, schat, ze komen je halen. Ik ga nog even uitspelen. Geen sprake van, we mogen ze niet laten wachten. Straks kom je nog te laat op school op. Pierre, ik bedankt voor de leuke middag. Ik heb hem uitgenodigd voor het voetbal. Dat is waar. Kunnen jullie elkaar bedanken? Dank u wel. Dank u wel. Ik heb nog steeds die sportwagen staan. Ja, heb ik over gepiekerd, maar... kom op het moment niet zo goed uit. Zo. Eerst wat verkopen. Santo Domingo. Bijvoorbeeld. Kun jij niet eens wat doen onder je relaties? Dat is niet zo gemakkelijk. Daar komt bij dat mijn eigen ervaring met Santo Domingo nou niet zo geweldig is. Hm? Ja, dan moeten we dan gebeuren.
Ik heb 3 jaar geleden heb ik geld gestort. Daarna nooit meer iets gehoord. Laat staan dat ik mijn file al heb. Er wordt harder gewerkt, hoor. Ja, dat zal best, ja. Ja, het is een enorm project. Er moeten zo'n 30 kilometer wegen worden aangelegd. Dat heb ik begrepen, ja. Als jij nou een beetje propaganda voor ons maakt. Je ziet veel mensen, je kan goed praten. Het hoeft niet voor niks, natuurlijk. Uiteraard. Maar ja, dan moet ik toch wel precies weten wat ik verkoop, hè. Ik heb mijn reputatie. Die is bekend, ja. Ik zal het welwillend in overweging nemen. Maar dan wil ik dat Santo Domingo eerst wel eens in persona gaan bekijken. Hm? Ik wil precies weten wat ik verkoop. Zaken zijn zaken, laten we wel wezen. Nou, dat komt er goed uit. Volgende week zitten we in Spanje. Kom maar kijken. Hm? Op onze kosten natuurlijk. Of je springt in een van die mooie sportwagens van je binnen een 1,5 dag. Ja, dat doe ik. Oh, wacht even, na donderdagavond. Dat is mijn vaste biljartavond. U zult zich ongetwijfeld herinneren dat u mij enige tijd geleden verwezen heeft naar accountant Weber. Maar hij kreeg toen instructies en ik geloof van de heer Verhulst zelf mij geen enkele informatie te verstrekken. Dat is u, neem ik aan, bekend. En dat heeft u niet verwonderd? Nee. Het is een familieaangelegenheid en u bent, of u was althans, een buitenstaande. Maar intussen heb ik een opdracht aanvaard. Ik ben nu de raadsman van mevrouw Verhulst. Dat heb ik vernomen, ja. En trouwens ook meer dan dat, dacht ik. De overzichten die mevrouw Verhulst van bewindvoerders heeft ontvangen, heb ik intussen bestudeerd. En die zijn mijns inziens, en nu wil ik beleefd blijven, zeker tegen u, onoverzichtelijk en onvolledig. Bij ons vorige gesprek heb ik al aangedrongen op betere rapporten. Ik moet nu constateren dat daar helaas niets van gekomen is. Intussen ben ik tot de conclusie gekomen dat de omvang van het vermogen staat of valt met bepaalde beleggingen in Spanje. De organisatie Santo Domingo vormt wel een uitzonderlijk hoge post op de lijst Activa. Inkomsten schijnt die belegging niet op te brengen. Staan er zekerheden tegenover? Jazeker. Grond. Er zijn grote percelen aangekocht. Ja, dat heb ik begrepen, maar in hoeverre is dat een zekerheid? Op het overzichtje van Van Delden BV's komt de post Investering Santo Domingo voor met ruim 12 miljoen gulden. Meneer Van der Velde, 12 miljoen. Dat is een heel groot bedrag. Zelfs voor een bedrijf als Van Delden. Het is toch geen wonder dat het bedrijf geen winst meer maakt? Wat vindt u van zo'n investering? Ja, ik ga af op het gezonde instinct van de heer Verhulst. Die doet de zaken. Gezond. Een grote investering waar al jaren geen inkomsten tegenover staan. Het is een kwestie van langere adem, zegt de heer Verhulst. En dat neemt u klakkeloos aan? Nou, daar praten wij natuurlijk over. Ik hoop dat u niet uit het oog verliest dat u als medebewindvoerder medeverantwoordelijk bent. Ja, maar... Dat kunt u toch niet ontkennen? Nee, dat doe ik ook niet, maar... Omdat de heer Verhulst de echtgenoot was van mevrouw Lucie, vader en nu ook weer voogd over die jongen, mocht ik het toch wel in de eerste plaats als zijn zaak beschouwen. Het is in zekere zin zijn geld. Vindt u? Ik ben heel benieuwd hoe de rechter daarover zal oordelen. Er blijft niets anders over dan de zaak aan de rechter voor te leggen. Intussen zal ik beginnen met een ingebrekenstelling van beide bewindvoerders uiteraard. Meneer Hoogland... U moet toch begrip hebben voor mijn positie. De heer Verhulst was de vertrouwensman en de rechterhand van mijn goede vriend Van Delden. Hij heeft de zaken bekwame wijze voortgezet, dat kunt u overal horen. We zijn geleidelijk aan vrienden geworden en er was geen enkele aanleiding voor mij om de heer Verhulst te wantrouwen. En die aanleiding is er nog steeds niet. En daar bent u 100% zeker van? Meneer Van der Velde, misschien zal men u alleen verwijten dat u te goed van vertrouwen bent geweest. Dat wil ik voorlopig aannemen. Maar ook dat zult u voor de rechter moeten verantwoorden. Goedemiddag. Wat je zo nou weer heeft uitgehaald? Tegen notaris Van der Velde? Gaat wel alle perken te buiten, hè? Zo. Doe nou maar niet alsof je nergens vanaf weet. Hij heeft mij niks verteld. Hij mag niet over zijn zaken praten. Weet je waar ik gloeiend de pest aan heb?
Een spion in huis. Wat? Oh, u bedoelt dat u gaat vertrekken? Ja. Ga zomaar door. Je plaats weet je al lang niet meer. Dat had ik meteen in de gaten. Ik heb nooit geen klachten gehad. Het is maar beter dat je opdondert. Dat gevoel heb ik ook sinds u hier bent. En ik bedoel nu, meteen. Lijkt me het beste. We regelen wat met het arbeidsbureau. Kun je zoon er weer een zaakje uitslaan? Dat doet hij beslist. Met alle plezier. Pak je spullen en verdwijn. Geloof me wel. De ticket voor Spanje heeft meer rol. Ja, en de helikopter staat stand-by, hè? Want ik moet op tijd op Schiphol zijn. Is geregeld. Mooi zo. Binnen. Ik kom even afscheid van u nemen. Afscheid of zo? Ja, die Smits. Die meneer Smits heeft me aangezegd dat ik kan opdonderen. Ontslag op staande voet in nette taal. Hij ziet in mij een spion, zegt hij. Wat is er dan voor beeld? Dat weet ik niet. Als u maar weet dat ik me geen kwaad bewust ben. En daarom had ik gedacht, voordat ik wegga, wil ik eerst met meneer Oscar nog even praten. We kennen elkaar al zo lang. U bent altijd een goede baas voor me geweest. Altijd vriendelijk. Correct. Nee. Maar wat u met die jongen in huis hebt gehaald, toch? Als chauffeur leek het nog wat. Maar als adjunct-directeur of hoe wie zich noemt. Nee, het is een slang, meneer Oscar. En die zou ook nooit bij meneer Van Delden over de drempel gekomen zijn. En kijk er goed uit. Als niets komt tot iets. Het is een valse streber. En daarom, dit is het laatste wat ik voor u doen kan. U waarschuwen, u de waarheid zeggen. De waarheid die iedereen ziet. Behalve u. Kent u nog het devies van Van Delden? Nou, ik wel. Trouw. Ik dank u. Succes, kerel. Dat zal ik nodig hebben. Pak die Hoogland. Oké, ik doe mijn best, zoals altijd. Verder nog iets? Olé! Net. Ik heb geregeld dat u direct op het platform over kunt stappen. Kijk je zomaar, is er wat? Ja, er is inderdaad wat. Als je nou weer met Jan Hoogland hebt uitgehaald, waarom bespreek je dat niet eerst met mij? Ja, ik vind dat. Hij had op je gelijmd, dat is veel te zachtzinnig. Maar die man, het was bescheiden, fatsoenlijk mens. Ik was aan hem gehecht. Als ik algemeen bedrijfsleider ben, moet ik ook de vrijheid hebben om mijn medewerkers te kiezen of te ontslaan. Ja, maar dan toch wel binnen bepaalde grenzen. En dan het voorstel van jou, bolle man of propagandist. Voorman in het zwarte circuit. Juist. Precies. Dat is precies wat we nodig hebben. Daar zitten de centen op. Tja, ik ben bang dat je daar wel gelijk in kan hebben. De methodes van jou, wat je nou weer hebt bedacht. Misschien wat ongebruikelijk, maar als Hoogland de missie breken, is het doel bereikt. Als? Ja, misschien krijgt Peter een pak slaag, maar daar wordt hij voor betaald. En als het niet lukt? Dan verzinnen we weer wat anders. Iets drastischer misschien. Ach, die loopt ze tegen. Oh. Ze moesten van jou ook het huis uit. Dat is onze eerste stommiteit. Als ik alles van tevoren weet dan... Ach, schijnt toch uit. We kunnen niet meer terug. Hoe kon dat nou gebeuren? Jullie waren als... Nou ja,
vreselijk. Ik ook, pa. Want pa, dat kan ik nou ook niet meer zeggen. Jawel, alsjeblieft. Dan voel ik me tenminste nog thuis. Graag. Goed, kind. Ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Erik heeft het zelf eens gezegd. Als je ooit een relatie aangaat... en dan loop je het risico dat je verdriet krijgt als het stuk gaat. Had ik toen maar beter opgelet. Hij zit er ook mee. Daar ben ik zeker van. Ik weet het niet. Ze is jong en opwindend. En wij waren al 8 jaar samen. Dan gaat het nieuwe er een beetje af. Hij is zoveel jonger dan ik. Ach, wel nee. Het is een bevlieging. Nieuwe vrouw, nieuwe gebreken, zeggen ze wel eens. Hè? Als hij daarachter gekomen is... Weet je, advocaten regelen niet alleen de echtscheiding... maar meteen ook het nieuwe huwelijk. Oh, goddank dat we geen kinderen hebben. Ach, u wou zo graag een kleinzoon. Nou, die hebt u nou. Die Gieltje. Ach, als het op die manier moet gaan... Het is een heel lief jongetje, zeggen ze. Nicole, ik kwam hier eigenlijk om jou ook iets te vertellen. Dat is namelijk... Wacht even, pa. Ik ben zo te... Hallo, Nicole. Hoe is het? Dank je. Pa, dit is Ab van Hamel... Dit is mijn schoonvader. Leuk kennis met u te maken, meneer Hoogland. Ik ken uw zoon heel goed. Oude studiegenoot. Zo. Leuk. Nicole, ik geloof dat ik op moet stappen. Nee, nee, hoeft niet, pa. Nee, liefje. Maar u komt toch gauw weer terug? Ja, ik bel je wel, hoor. Nee, ik kom er wel uit. Niks veranderd. Ik was 6 maanden geleden hier. Tja, het zit niet mee. Die wegen. De ondergrond is overal niets dan gruis. Meters diep. Overal hetzelfde. Als je hier een weg afgraaft, moet je alles met betonnen muren versterken. Anders. Als zo'n lorry met bouwmateriaal over moet. Weg, lorry. Weg, weg. Daar kan ik me niet vrolijk om maken. Nee, maar je kan het wel in Spanje verwachten. Wat u gekocht heeft, geen bouwgrond, maar enige eeuwen erosie. Niet veel moois, meneer Verhulst. Maar ja. Als we tijd van leven hebben, redden we het wel. Ja, dat is het hem juist. Wanneer denkt u aan niet meer door te gaan met die huizenbouw? Misschien over 1 maand of 6. Dan pas? Ja, en de man wordt lastig. Hij wil geld zien. Alles is hier, manana. Behalve het geld, dat willen ze wel op tijd zien. Wanneer komt er weer een transfer? Of is misschien onderweg? Ik dacht van wel. Mooi. We werken zo hard als we kunnen. Maar ja, die aannemer die werkt op dit ogenblik nog maar met 20 man. De rest heeft u zo naar huis moeten sturen, omdat u achter bent met de ping-ping. Ja, die wegen, hè? Wie had nou kunnen denken dat het zo lang zou duren? Ja, uw plan heeft wegen tot een totale lengte van 30 kilometer. En die zullen er toch eerst moeten komen. Ik zal het wel laten zien. Komt u mee. Biljarten. Is toch een sport voor oude mannen? Wel, nee. Ik speelde toen ik op school zat. Ik heb net mijn nagels gelakt. Hallo. Hallo?
weer dat gesodemieter. Hoort, mijn stemmen hangt op. Je hebt toch geen afspraak vanavond? Nee, natuurlijk niet. Je gaat niks insinueren, hè? Straks word ik echt kwaad. Het is al de derde keer deze week. Gebeurt het ook als ik er niet ben? Nee. Vreemd? Gewoon een stel qua jongens. Ga jij nou maar lekker biljarten? Ja. Ja, ik moet opschieten. We hebben om 9 uur afgesproken. Of heb je liever dat ik blijf? Nee. Ik heb een hoop te doen in huis en je zou me alleen maar verschrikkelijk in de weg lopen. Marten van der Velde. Ja? Ik vraag me af of ik even met je zou kunnen praten. Dat kan. Maar ik heb mijn agenda hier niet bij. Nee, ik bedoel nu meteen. Het is nogal belangrijk. Ik zou graag willen dat je even hier kwam. Ik ben thuis. Het is al 10 uur geweest. Ja, dat weet ik wel. Ik ben over een kwartier bij u. Nou ja. Volgens mij ben je reuze depressief. Op mijn leeftijd zouden deze dingen toch niet meer mogen gebeuren. Gebeurt altijd in zaken. Weet ik. Ik zou me nu toch moeten kunnen terugtrekken. Ontspannen. Profiteren van alles wat ik heb opgebouwd. Alles zou nu zo eenvoudig moeten zijn. Nog één zo'n fout. Ik ben weer net zo ver als toen ik begon. Oscar, dit is een kleine tegenslag. Geen ramp. Met jouw briljant zakeninstinct en een beetje tijd komt alles weer voor elkaar. Daar ben ik niet zo zeker van. Goed. Alle grote bedrijven kunnen tegen een stootje. Maar we mogen het vertrouwen van ons publiek niet verliezen. Een schandaal zou ons de kop kunnen kosten. Er komt geen schandaal. Ik zeg toch... Neem de tijd, denk erover na en je vindt de oplossing. Wij vinden de oplossing, samen. Vind je dat echt? Natuurlijk. We hebben toch altijd de oplossing gevonden. En dat blijven we doen. Net als vroeger. Tot diep in de nacht aan de bar van de Blue Moon. De Blue Moon. Dat is waar ook. Herinner je nog? Dacht je? Heb ik dat zo vergeten? Jij was de eerste die me deed inzien dat af en toe een fout maken geen schande is. Tot ik jou ontmoette, had ik nooit een vriend gehad. Misschien de oude van Delde. Hoewel ik geloof dat ik hem nooit echt gekend heb. Zoals ik jou ken. Als ik je ken, tenminste. Hoe bedoel je? Ah, weet ik niet. Het zal wel aan mijn stemming liggen. Aan mij. Maar... hoezo? Soms denk ik wel eens dat jij meer belangstelling voor Peter de Koning hebt dan voor mij. Peter? En doe die zo belachelijk. Dat bedoel ik nou. Ik probeer je iets te vertellen. Iets belangrijks. Maar jij vindt me belachelijk. Nee, jij bent niet belachelijk. De suggestie is belachelijk. Leg eens aan. Peter is erbij gekomen. Door jou? Door mij. Omdat we een loopjongen nodig hebben. Iemand die
zou ik zeggen, de vuile karweitjes opknapt. Is dat nou echt nodig? Ja, op dit moment wel. We hebben nog een paar klusjes en die kan Peter heel goed doen. En als er problemen zijn, dan weten jij en ik van niks. Daarom vertel ik jou ook niet alles. Als je niks weet, hoef je je ook niet schuldig te voelen. Is dat alles? Er is niets meer tussen jou en Peter de Kok. En wel nee, Oscar. Oscar? Oscar, kijk maar aan. Er is nooit iets geweest tussen Peter de Koning en mij. Nu niet. En nooit niet. Geloof je me? Peter de Koning is een kleine vieze rat. Geschikt voor kleine vieze klusjes. Daar hebben we hem voor nodig. Daarna niet meer. Waarom verdedig je dan altijd? Als we met z'n drieën bij elkaar zijn? Moet ik toch? Ik moet toch zorgen dat hij mij blijft vertrouwen. Luister, Oscar. Als je mij niet gelooft, dan sta ik op en dan ga ik nu weg. Goed, ga niet weg. Alsjeblieft, ga niet weg. Maak je dan ook geen zorgen. Vertrouw me. Ik zal voor je blijven zorgen. Ik geef me om één persoon. En dat ben jij. Geloof je me? Whisky, Sjaak. Oké. Ah, meester. Nou, u springt wel wat slordig om met de tijd, als ik het zeggen mag. Ja, sorry, Bolleman. Ik kon moeilijk wegkomen. Ja, dat is het eeuwenoude probleem van de gehuwde staat, of wat daar tegenwoordig voor doorgaat. Als Jacques, mag ik een pils? Nou, we zullen eens kijken wie er begint. Ik gun u de bal met de stip. Ja? Aan u de heer. Hij was heel lang. Maar wat wilt u nou eigenlijk van me? Dat je me helpt. Dat je ons allebei helpt. Jawel, maar hoe stelt u zich dat voor? We gaan naar de politie, Weber. Naar de Fiat en we vertellen ze alles. We zitten allebei in hetzelfde schuitje, Weber. En het kan zo niet doorgaan. Jij knoeit met de boeken en ik heb het doen net alsof ik niet in de gaten heb dat de erfenis van Lucie wordt verkwanseld. Het leven van die vrouw en het kind, dat is kapot. En daar zijn wij ook schuldig aan. Net zo goed als wij schuldig zijn aan de ondergang van al die anderen die in de weg stonden van Verhulsen, die heeft vernietigd. Kan jij nog slapen? Ik niet. Ik kan Lucie niet meer recht in de ogen kijken. Het kan zo niet doorgaan, Weber. Er moet een eind aan komen, wel meteen. Hoeveel heeft u gedronken? Veel. Schep moed, niet waar? Waarom zeg je dat? Durft u dit allemaal weer te zeggen? Nuchter. Bij daglicht. Tijdens een verhoor met 2 of 3 keiharde ondervragers. Bent u dan nog zo moedig? Zij geven u echt geen borreltje om u eindje op weg te helpen. Ach, Weber. Ze kijken u alleen maar strak aan, terwijl u al uw geheimen de vuile was ophoest. Ze ligt uw hele doopzeel steeds opnieuw. Tot elk kleinste detail uit u is getrokken. Alles. Alles over dat nutteloze leven van u. Ze laten geen spaan van u heel. Maar dat is het nou juist. En daarom gaan we met z'n tweeën. Dan kunnen we afspraken met ze maken. Wij getuigen samen tegen Verhulst. Hoe bijvoorbeeld? Ik heb bijvoorbeeld, en niemand weet dat, aantekeningen gemaakt van alle transacties waarbij geld uit het vermogen van Lucie overvloeide naar Oscar. Data, bedragen, alles. Ik heb ook geheime aantekeningen van elke keer dat er geld wordt overgemaakt uit de oude zaken van Van Delden naar de rekening van Verhulst. Ook data en bedragen, alles.
huis. En dan heb ik natuurlijk mijn eigen getuigenverklaring. Ik zal zeggen dat ik onder bedreiging van Verhulst gedwongen werd om de fraude te maskeren. Dat is de waarheid. Maar waarom deed u dat dan eigenlijk? Het leek in het begin allemaal zo eenvoudig. Het leken normale transacties. Ik dacht bovendien dat Lucie daarvan zou profiteren. Waar ging het helemaal om? 40 mil. Ik denk dat geld wordt geïnvesteerd. Het komt met rente terug, maar er kwam natuurlijk helemaal niks terug. Verhulst heeft het allemaal in zijn eigen zak gestoken. En zelfs toen had ik niet in de gaten dat het allemaal zijn opzet was om mij die fraude te laten plegen. Zodat hij me kon chanteren later als ik het zou verdomme nog meer fraude te plegen. Begrijp je dat? Dus u wilt zeggen dat één simpele fout tot een enorme fraude heeft geleid? Precies. Ja, ja. Een idioot die ik was, ik liet het maar doorgaan. Tragisch. En nu ben ik van plan om dat allemaal aan de politie te vertellen, Weber. Om er vanaf te zijn. Jij gaat met mij mee. Waarom ik? Om jouw verhaal te vertellen. Mijn verhaal? Ja, natuurlijk. Jij bent toch ook gedwongen om in de boeken te knoeien. Jij bent toch gechanteerd of verhulst? U vergist zich. Ik heb nooit in de boeken geknoeid. Mijn verhouding tot de heer Verhulst is altijd zakelijk en correct geweest. Maar kom nou toch, Weber. Verhulst heeft jou gedwongen. De heer Verhulst heeft mij nooit ergens toegedwongen. U vergist zich echt. Ik vond het alleen maar, ja, hoe zal ik het zeggen, zeer interessant uw problemen te vernemen. Eén ding, meneer Van der Velde. Gaat u niet naar de politie. Het is tijd voor spillen. En als er fraude gepleegd zou zijn, dan is dat erg goed gedaan. Want ik heb het niet kunnen ontdekken. Waarom gaat u niet eens met vakantie? Rust eens goed uit. En probeer wat minder te drinken. Weber. Nee, meneer Van der Velde. Maakt u zich geen zorgen. Ik beloof u dat ik er nooit met iemand over zal praten. Nooit. Goedenavond. En doet u geen moeite, ik kom er zelf wel uit. Ik weet bij God niet waarom ik jou binnenlaat. Ik zei toch dat het belangrijk was. En dat is het ook. Je bent dus gelukkig met mijn opvolger. Dat gaat je geen donder aan. Sorry. Nou, waar kom je voor? Ja, dat is een nare zaak. Krijgen jullie wel eens van die rare telefoontjes? Ik bedoel dat iemand belt en niks zegt? Ja. Ja, zo'n rot situatie. Maar het is wat drinken op de oude vriendschap. Moet dat? Ik heb nog wat koffie. Heb je een borrel? Je weet waar het staat. Jij ook? Nee. Peter, dan moet je eens goed naar me luisteren. Zeg wat je te zeggen hebt en verdwijn dan in godsnaam. Thank you.
Wel te rust, liefje. Jammer, meester. Goed gezien, maar die is te zacht. Oh. Oh, Bolleman, wees eerlijk, daar wist je niks van. Dat geef ik toe, maar als ik het niet meer zie, dan geef ik me altijd over aan de schikgodinnen. Ja, ja, een zijntje waar je zegt. Meneer Hoogland. Ja? Kinder van de oh. Wie is het? Laat ik hem zo niet zeggen, dat is echt dringend zijn. Met Hoogland? Met wie spreek je? Kijken. Sorry, Bolleman, ik ben weg. Is er iets? Ja, praat er maar niet over. Kan ik iets voor u doen? Nee, ik maak nog niet bij afspraken. Dat is helemaal mooi. Komt eerst een half uur te laat. En net als ik aan het winnen ben, gaat hij er vandoor. Sjaak, dubbele whisky. Lucie?